Ik zou wel in aanmerking komen voor zo'n behandeling. Maar dan betekent dat je wel geld moet neertellen, want van Nederland krijg je niks. Ik zit hier naast Cynthia Peltenburg. En we zitten gezellig naast de kerstboom. Maar zo gezellig is het eigenlijk niet. Nee, het is helemaal niet gezellig. Vertel. Ik ben uitbehandeld hier, zeggen de neurologen. En wat is uitbehandeld? Ze hebben geen medicijn meer voor mij. En wat heb ik heb alles geprobeerd. MS. MS. Kun je uitleggen wat dat is voor de mensen die het niet weten? Dat is een zenuwaandoening. De zenuwen geven niet netjes door aan mijn lichaam. Mijn hoofd geeft niet netjes door aan mijn lichaam wat die moet doen. Die zender is zeg maar kapot. Oké. En wanneer ben je daarachter gekomen? 20 jaar geleden. 20 jaar geleden? Ja. Dus dan, dan krijg je de diagnose MS. Ja. En dan zegt de dokter tegen jou? We gaan een medicatie beginnen. Dus ik heb al heel veel medicaties gehad. En het is tot nu toe is het goed gegaan. Maar ja, nu de laatste jaren is het dus zo achteruit gegaan dat er nu gewoon geen andere medicatie meer is. En wat moet ik verstaan onder het is achteruit gegaan? Nou, dat ik steeds meer in moest leveren. Dus steeds meer dat mijn benen het niet deden, dat ik in elkaar zakte en dat het steeds zwaarder werd. En in het begin ging het nog wel, want dan heb je die energie nog. Maar nu ben je al zo lang dat het niet gaat. Op een gegeven moment houdt het gewoon op. Ja. En dan weten de neurologen ook niks meer te doen. Die hebben alles geprobeerd. Maar hier in Nederland hebben ze, dit is het. En dan zeggen ze tegen jou, je bent uitbehandeld. Ja, wacht maar tot het weer slechter gaat. En als het nog slechter gaat, dan kan je weer terugkomen. Want dan kunnen we misschien wel iets voor je betekenen. Dus, maar dan ga ik alleen maar meer achteruit. Maar als het slechter gaat, dan kunnen ze jou wel helpen? Ja. Als het slechter zou gaan, dan zouden ze weer opnieuw MRI-scans maken. En dan zien ze inderdaad van, ja, mevrouw is achteruit gegaan. Maar ja, ondertussen ben ik zo ver achteruit gegaan. Maar waarom doen ze dat nu niet dan? Omdat je nou nog te goed bent tussen aanhalingstekens. Ja, voor Nederland, ze hebben geprobeerd wat ze kunnen. En gewoon de dingen die ze kunnen doen, hebben ze gedaan. En dat was het. Okay. Maar ja, dan denk je, nou, als je in Nederland niet kan, dat doe ik toch in het buitenland? Nou, dan ga je wel op zoek naar iets anders, in ieder geval iets wat wel kan. Dus het gaat om een stamceltransplantatie, ja, die jij wil. Ja. En wat houdt dat in? Een stamceltherapie. En dan gaan ze eerst gaan ze heel je immuunsysteem platleggen. En dan gaan ze je stamcellen uit je lichaam halen. Die gaan ze schoonmaken en reinigen. En dan plaatsen ze ze weer terug. En dan hopen ze dat ze dus schoon, dat het weer het heel systeem opnieuw kan beginnen. En het klinkt echt, waarom dat ze vreemd dat ze dat in Nederland niet kunnen, bedoel. Dus ze kunnen het wel, maar ze gaan het niet, ze durven het nog niet. Ze durven Het is in het buitenland is het al, ja, wordt het gewoon regelmatig toegepast. Dat is gewoon een normale behandeling, maar heel duur. En Nederland wilde nog niet aan, die wil het eerst weer apart gaan testen. Maar zou het dan ook met de kosten te maken hebben, denk ik? Ja, Nederland wil gewoon, die wil het eerst zelf testen. Terwijl ze in het buitenland al die testen hebben ze al gedaan in het buitenland. Maar Nederland wil het eerst weer zelf testen. Nou, dan ga je googlen of zo. Van nou, waar kan ik naartoe? Ja. En daar kom je uit bij? Bij Moskou of bij Mexico. En Moskou zit op slot. Dus zijn we gaan kijken naar Mexico. En daar hebben we contact mee gehad. En ook wel gevraagd of ik sowieso wel in aanmerking zou komen voor zo'n behandeling. En ik zou wel in aanmerking komen voor zo'n behandeling. Maar dan betekent dat je wel geld moet neertellen. Want van Nederland krijg je niks. Nee, maar dat wordt niet vergoed. Valt reuze mee toch? Nee, het is 60.000 euro. 60.000 euro? Ja. Ah, dan haal ik toch even, trek er even een laadje open. Nee, dat heeft een normaal mens heeft dat ook niet. Natuurlijk. Dus wij hebben dat ook niet. En daarom hoop ik gewoon dat we hulp kunnen krijgen. Of een engeltje op je. Ja, maar is het dan toch niet heel vreemd dat in Nederland niet kan? Dat als jij geen 60.000 euro bij elkaar krijgt, wat gebeurt er dan? Niks. Nee, maar met jou? Ja, ik ga alleen maar achteruit. En dan haal ik het niet meer. Maar wat is dan een prognose, als ik dat mag vragen, als er niet behandeld wordt? Dan ga ik op een gegeven moment dood. Ja, iedereen gaat dood. Ja. Maar dan zou dat inderdaad wel sneller gaan. Ja, en als het wel zou kunnen? Ja, dan kan ik die behandeling hebben.
En dan hebben we hoop dat het weer in ieder geval een soort van reset wordt, je lichaam. En dat je weer gewoon opnieuw, dat het wel weer aanslaat. Ja, gewoon dus dat degene, dan ga je eigenlijk vooruit in plaats van achteruit. Ja, ja, dan zou ik vooruit gaan. Ja. Het zet het zeg maar stop. En als het stop staat, dan betekent het dat het niet achteruit kan. Ja, het kan wel, maar het is de bedoeling dat het stopgezet wordt. En daarna ga je gewoon trainen, hè, oefenen. Ook gewoon met het doel van, nou, je doet het ergens voor. Want nu heb je heel de tijd, nu de MS er nog is, heb je weer kans om terug te vallen. Ja. En deze medicatie zou zeg maar zorgen dat het stop wordt gezet. En is er nog licht aan de horizon wat betreft de nieuwe dingen die ze uitvinden over MS, dat je daarop hoopt? Nee. Ja, maar dat zou dan ook weer jaren duren voordat dat weer getest is. En dat het weer in Nederland... Ja, laat ik het anders zeggen. Zijn ze ergens dingen aan het testen waarvan je denkt, oh... Hè, misschien die... Nee. Okay. Nee, dat is er niet. Ja, dit is het middel, zeg maar, wat ze kunnen doen, wat nu al gewoon heel vaak al jaren gebruikt wordt, al bij leukemie. Ja. Daar is het gewoon een normale behandeling. Maar bij de MS willen ze hier nog niet aan. Ja, en dan zitten we nog eens met corona. Ja, dus dat is ook weer een risico. Want daarom kun je dus niet naar Rusland, begrijp ik net. Nee, want die zit op slot. Ja, dus dan moet je naar Mexico. Ja, dat zou eventueel dan een optie zijn. Ja. Of verwachten. Ook, ja, ja. En welke termijn, stel dat nou deze actie, er zijn meerdere acties gegaan. Jawel, ja. Dus stel dat het nou volgende maand op de bankrekening staat. Wat dan zou ik in januari al kunnen gaan. Januari al? Ja, meteen. Ja, en over acties gesproken, wat loopt er nu? We hebben nu bij het Groencentrum Bokstel, ze hebben ze heel lief gezegd, bij elke boom, elke kerstboom die we verkopen, gaat er ook weer een euro naar mij toe. En we doen natuurlijk flyeren en zulke soort dingen. Ja, ik heb in de kranten gestaan hier. Ja, en op school willen ze ook weer lege flessen actie gaan doen. Dus weer lege flessen inleveren en daar maar de opbrengst dus ook naar mij toe te doen. Ja. We weten het niet. We hebben in de krant gestaan inderdaad, in de hoop dat mensen maar toch wel een donatie zouden willen doen. En nou zijn wij er. Ja. We zitten gezellig voor de kerstboom. Ja. Dus het is kerstmis, dus ik denk, nou mensen, ik heb trouwens gezien dat jouw man hovenier is en er staat hier een kunstkerstboom. Ja, zeg het maar niet. Wat doen we dan mensen? Nee, normaal gesproken hebben we altijd een echte boom en hij vindt het ook vreselijk dat er een neppert staat, maar het is nu gewoon even niet anders, want het is al zoveel nu. Ja. En omdat je toch wel gewoon, ja, dat het met mij zo rot gaat. Ja. En negatief, duidelijk. Ja. Ja, ik snap het helemaal. Ja. Dat dit er nog eens bij komt dan, hè? Dus vandaar ook zo'n boom. Ja, ja. Ja, het liefste hebben we gewoon een echte. Ja, dat snap ik. Nou, volgend jaar. Hè? Ik hoop het, ja. Zelf mee helpen opzetten, de ballen en de boom pieken. Dat zou echt een uitkomst zijn. Nou, daar gaan we voor. Kom ik volgend jaar weer terug? Nou, graag. Oké, hebben we alles gehad? Nee, wij zijn bij Dommeland, dus ik zou nog even zeggen, pak de camera en doe je oproep aan de mensen in Boksel en omgeving. Ik zou graag een donatie willen ontvangen in de hoop dat ik dan toch naar Mexico zou kunnen gaan. En hoe moeten ze dat doen? Dat kunt u doneren op mijn rekeningnummer. Of ga naar www.helpmamaweeropdebeen.nl of op www.cynthiapeltenburg.nl. Helpmamaweeropdebeen.nl, daar hoor ik iets van kinderen in. Ja, helpmamaweeropdebeen.nl. Ik heb twee kinderen, eentje van 11 en eentje van 9. Twee meiden. En ja. Ja, dan wil je graag met rollenbollen. Graag. Spelen. Graag. Ja, nou, we gaan het proberen voor te zorgen, Cynthia. Ik hoop het. Heel erg. Nee, ik wens jou een prettige kerstdagen en een heel goed nieuwjaar. En in januari, huppakee. Ik hoop het. In Mexico. Ik hoop het. Ja. Heel erg. We gaan ervoor. Oké. Dankjewel. Dankjewel.